Jaarlijks hebben ruim 700.000 mensen geluidsoverlast. Zoals een auto bijvoorbeeld, als je ligt te slapen. Ik wil weten wat hier nou precies de juiste oplossing voor is en of glas nou echt voldoende geluid tegen kan houden. Glas gaat toch altijd wel iets van geluid doorheen, want als je in huis zit en je zit binnen, dan hoor je toch wat er buiten gebeurt. Ik denk niet dat het helemaal geluidswerend is. Ik denk dat je een dubbel glas of zoiets eigenlijk moet nemen. Of in ieder geval met een materiaal zeg maar combineren, dat isolerend is. Heske, we staan hier midden in een fabriek en er wordt hier enorm veel met glas gewerkt. Maar wat wordt hier precies geproduceerd? Er worden hier aluminium ramen en deuren geproduceerd en betonbescheidingen en glasconstructies, bijvoorbeeld zoals glazen wanden. En hoe worden die gemaakt? Van tevoren wordt er eerst een ontwerp gemaakt. Alles wat we hier produceren, dat zijn onze eigen ontwerpen. Dat doen we vaak in samenwerking met architect of opdrachtgever. Vervolgens wordt de engineering uitgevoerd, dus alles wordt bedacht. Hoe gaan we het maken? Hoe worden profielen gezaagd? Hoe worden ze bewerkt? Wat voor onderdelen komen erop? Hoe zitten we met scharnieren en dat soort dingen? En dan vervolgens gaat het hier naar de fabriek. En dan krijg je dus het zagen, het frezen, het boren, het samenstellen. En vervolgens heb je hier aan het eind van de lijn heb je een glasconstructie of een raam. En waar gaan ze vervolgens naartoe? Nou, deze ramen en deuren komen bijvoorbeeld in woningen, of in kantoren, of in winkelgebanden en of bijvoorbeeld ook op centraal station. Zijn er nou bepaalde eisen waar ze aan moeten voldoen? Ja, want je wil natuurlijk ook dat je een fijn huis hebt. Dus we zijn heel erg bezig met comfort. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan geluidswerendheid, maar ook daglicht. Hè, want je wil mooie grote glasoppervlakken, dat je lekker contact hebt met je buitenomgeving. Daarnaast wil je natuurlijk ook lekker comfortabel zitten, dus het moet goed isoleren. Ja. En als je bijvoorbeeld denkt aan geluid, ja, dan heb je natuurlijk tegenwoordig steeds vaker dat bijvoorbeeld kantoren worden omgebouwd naar woningen. En daarbij zijn er altijd uitdagingen, dat kantoren aan minder hoge eisen moeten voldoen dan woningen. En daardoor hebben wij allerlei oplossingen bedacht. Nou zijn er 700.000 mensen in Nederland die geluidsoverlast hebben. Maar is daar nou echt een goede oplossing voor? Nou, je kunt het nooit helemaal voorkomen, maar je kunt wel allerlei oplossingen daarvoor bedenken. En die wil ik je graag laten zien. Nou, graag. Dit is een van de voorbeelden, laat ik je graag even zien. Nou, dat is een hele grote schuifpui met heel veel daglicht, heel veel transparantie. En je kunt hem helemaal openschuiven. Nou, misschien kun je hem aan die kant openschuiven. Ja. En dan heb je dus heel veel contact met je tuin en met de omgeving. Oh, wauw! Nou, natuurlijk wil je natuurlijk ook wat met je geluid doen. Dat kan je eigenlijk op verschillende manieren. Je kunt hier de spouwgrootte of breedte zeg maar variëren, waardoor je extra geluid kunt weren. Daarnaast kun je ook denken aan glasdiktes of glasdiktevariatie of met folies werken. Maar kan glas nou echt geluid tegenhouden? Ja, glas kan wel geluid tegenhouden, maar nooit helemaal. Nou, dit is een balkonafscheiding. Die kun je heel mooi toepassen als je langs het spoor woont of langs de snelweg. Maar ook gewoon natuurlijk als je lekker van je balkon wil genieten. Want je hebt eigenlijk een soort extra schil aan je buitenruimte. En daardoor heb je het lekker warm op je balkon. Daarnaast kun je natuurlijk enorm goed hier geluid mee weren. Want dit weer 22 dB, dat is echt heel veel. Oh. En je kunt hem helemaal openzetten als je wil genieten van de zon. Oh, wauw. Hij kan er ook nog helemaal uit. Wat lekker zeg. Maar je had het over 22 dB. Wat is normaal voor het verkeer bijvoorbeeld? Nou, het verkeer mag maximaal langs het spoor maximaal 68 dB zijn. En langs de snelweg mag maximaal 53 dB zijn. Dus de reductie van 22 dB is echt heel veel. Ja, dat is gewoon de helft. Nee, het is meer dan de helft zelfs. Want logaritmische schaal, dus dat loopt ja extra snel af. Nou, ik vind het een prachtige oplossing. Het is en mooi en handig. Het is dus een feit dat glas een goede geluidsweerder is. Sterker nog, het kan er zelfs voor zorgen dat het meer dan de helft wordt gereduceerd. En vind je het dan nog steeds vervelend, dan ga je maar in een hutje op de hei wonen.